Weet je wat nou zo bijzonder is? Dan ben ik... Nou, ik weet niet hoe lang bezig met hem. En dat doe je met plaatjes uit boeken. Ja. Die goed zijn, natuurlijk. En dan zie je het in het echt en dan is het... zo ongelooflijk mooi geschilderd. Zo ongelooflijk mooi. Hoe hij die ogen heeft gemaakt. Hoe hij die haartjes heeft geschilderd. Het is zo geraffineerd. Dit is een van de absolute topwerken uit de blauwe periode. Ja, dit is ook waanzinnig. Dit heeft hij gemaakt in Barcelona. Celestina is dat. Oh, oh, wat is het mooi. Het is echt wel nodig om er met je neus bovenop te staan. Ja. Dan zie je van, dan zie je meer. En dan zie je ook wat hij als onderlagen gebruikt heeft. Het is echt... Als onderlagen? Ja, nou ja, goed. Je ziet hier over dat... Hier zit een soort groen onder. Hier zit groen onder. En dan gaat hij daar met een lichtere verf overheen. Maar dan blijft er een schaduw. Zie je? Maar het hele mooie schaduw op die bovenlip staan. Hier, hele kleine veegjes. Als schaduw. Oh, ik vind het zo mooi. Volgende zaal. Marie-Thérèse. En je ziet aan dit schilderij door de kleuren hoeveel die van haar hield. Het is zo vrolijk en het is zo lief. Hij hield hartstikke veel van haar. Dat zie je. Het is ook zo geraffineerd dit hier met die gele vlekjes er opeens in. Tovenaar is het.